Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Hey, ik heb onwijs leuk nieuws vandaag, dat wil ik echt met jullie delen. Maar ik moet ook even ontbijten, dus ik ga eerst een croc madame eten. En ik kreeg al 2 keer een verzoekje van iemand of ik een keer een croc monsieur wilde maken. Dat wilde ik eigenlijk vandaag doen, croc monsieur en een croc madame tegelijkertijd. Maar ik ben dus iets vergeten voor de croc monsieur, want ik wilde een versie maken met bechamel saus. Maar die ga ik in een andere video doen, maar vandaag maak ik een croc madame. Nou, wat is een croque madame? Croque madame is eigenlijk gewoon een tosti. Zo heet het in België en in Frankrijk. En dat is een tosti met een spiroleitje bovenop. Als ik binnenkort een video maak over de croque monsieur, dan zal ik het verschil daartussen meer uitleggen. En het is ook heel breed. Natuurlijk wordt de standaard croque monsieur gemaakt met ham en kaas. Maar dat is daar kun je van alles mee doen, net als in Nederland. Dus ik maak hem van deze Turkse worst, dus rundworst. En ik zie wat het is, heel lekker, dat haal ik wel vaker. Rundvleesworst in schijfjes. En dan gebruik ik deze kaas. Dat is gemaakt in het Groene Hart. Hele lekkere kaas. Er staat hier van vakkundig gerijpte kaas van Hollandse koeien die tenminste 120 dagen per jaar in de wei grazen. Oké, extra oud, minimaal 60 weken gerijpt. Is echt heel lekker. Het is alleen een beetje vaag waar het verder vandaan komt. Er staat hier dus gemaakt in het Groene Hart, maar niet waar. Ingrediënten: melk, zout, zuursel, microbiël, stremsel. Maar goed, het is onwijs lekkere kaas. Dus ik ga even een croque monsieur maken. Hi Lina, kom eens. Dat is Lina. Ik maak de croque madame van dit casino brood. Dat is het lekkerste bij tosti sowieso, vind ik. Nog een beetje margarine erop. Van die kaas. Oh, wat lekker. Dan de worst. Zo. Dan smeer ik hem voor het Maillard-effect in met mayonaise. De pot is bijna leeg, maar ik kan er nog precies en zijn tosti mee insmeren. Nou. Dan moet ik de andere kant even met olie, want hij is echt leeg. Je kunt de croque madame maken in de koekenpan, in de oven of in een croque monsieur machine. Oftewel een tosti ijzer. Ik doe het in de pan vandaag. Het andere pannetje maak ik zo een ei. Ja, dan draai ik hem om en smeer ik hem even in met een beetje olijfolie, want ja, mayonaise is echt op. Nou, de croque madame is bijna klaar, dus ik bak het ei nu. Ik zet de pan uit. Ik ga het nog wel even warmen. Even van het vuur af. Zo. Perfect spiroleitje. Oh, kijk eens wat een beauty. Erop. En dan ga ik eten. Prachtig hier door en zo. Hi poes. Poes, even weg daar. Hi lief. Je mag zo snoepjes. Nou, deze croque madame is ongelooflijk lekker.
heerlijk ontbijt. Heerlijk, die kaas met die combinatie met die worst. En dan dat heerlijke vloeibare eidooier. Die kaas is lekker zeg, hé. Als het zo warm is, op zo'n croque madame. Zalig. En nou het goede nieuws. Eerst voor Lina. Kijk eens, wist je dit? Dat is een rund, hè? Nou, probeer maar. Oké, en nu het goede nieuws van mij. Vandaag is dus mijn laatste werkdag voor Tempo Team. En vanaf dinsdag treed ik in vaste dienst bij Blokker. Heb ik een jaarcontract gekregen. En daar ben ik zo ongelooflijk blij mee. Zeker in deze tijd. Door gewoon een vaste baan te hebben. Ik weet niet wat er nog allemaal gaat gebeuren. En daarnaast heb ik het gewoon ontzettend naar mijn zin daar. Ik bedoel, ik heb jarenlang heb ik in de horeca gewerkt. Bij La Cubanita. Daarna ook nog andere dingen. Ik ben er helemaal klaar mee. En ik kwam toen bij Blokker terecht. Toen weer even terug in de horeca. Toen dacht ik, weet je, ik ga weer terug naar Blokker. Eerst werkte ik bij Blokker in Gouda. En toen is de hele webshop verhuisd naar Geldermalsen. Ben ik mee verhuisd. Dus wel wat verder reizen nu, maar ik vind het nog steeds leuk. En ja, als er mensen kijken van Blokker, bedankt dat ik een contract heb gekregen. En die gaat dus dinsdag in. Part-time, 32 uur. Daar werk ik nu ook. Ik hoef niet meer op zondag te werken, alleen als het echt nodig is. En dat maakt ook niet uit, want ik deed dat eerst voor de toeslag. Maar ik verdien nu ook meer als ik in vaste dienst ben. Dus die zondag is niet meer nodig. Dus mijn vaste dagen worden maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Dus altijd op woensdag vrij en zaterdag, zondag. Nou, beter kan niet. Nooit langer dan 2 dagen achter elkaar. Heerlijk. En ik heb er al in 2019 voor gekozen om niet meer fulltime te gaan werken. Gewoon geen zin meer in. En ik heb dat ook niet nodig. Ik ben gezegend met een huis met een hele goede hypotheek. Dus ik betaal heel weinig. Dus ik dacht, waarom zou ik 5 dagen gaan werken? Ik bedoel, ik ga liever die tijd besteden aan video's maken voor YouTube en koken en zo. En gewoon dingen doen die ik leuk vind. Dus mensen, dat wil ik even met jullie delen. Dus ik ga straks naar Blokker toe. En als ik dinsdag weer terugkeer, krijg ik een nieuwe badge. Dan ben ik in vaste dienst. Fantastisch. Nou mensen, ik ga mijn croque madame opeten. En dan ga ik hem langzaamaan aankleden en ik moet om 12:15 in de trein zitten. Dus mensen, ik wens jullie een hele fijne dag en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!